Yo mensen, een super tof dat jullie kijken naar zo'n gloednieuwe video van mijn kanaal. Ik heb juist al een livestream gedaan, maar ik dacht, ik kan de kijkers niet zomaar in de steek laten. Ik ga nog een video opnemen, want ik heb nog veel video's te goed aan jullie. Dus we gaan beginnen met Super Mario Run. Laten we starten. Ja, het is een nieuwe game in de Play Store. Je kon dat al op in de App Store. Dus ja, dat is. Wacht even, mensen. Ik moet eerst alles doen. Ik ga direct een profiel aanmaken. Ik neem deze afbeelding. Zo. Oké. We beginnen direct met Super Mario Run. Lieve Mario, heb je zin in een feestje bij mij in het kasteel? Ik heb speciaal taart gebakken. Tot zo, Peach. We hebben dat Bowser weer al erg aan het voeren, zoals altijd. Gezicht. Boahaha. Ik ga vast een stukje taart halen en ik neem Peach gelijk mee. En dan ga ik erachter lopen natuurlijk. Sorry voor die muziek door elkaar. Zo, dat is natuurlijk beter. Oei, leuk. Oké, ik doe gewoon echt nu niks. Ik heb niks gedaan. Jawel. Ik ga het linkje in de beschrijving zetten van deze app. Want natuurlijk een hele coole app. Ik moet even nog downloaden.
Oh my. Dan heeft daar ook veel sticky booms geplaatst. Nee? Oh ja, voor de mensen die dat niet weten, ik ga misschien, heel misschien, PlayStation GTA online opnemen. Want ik heb een nieuwe PlayStation met GTA. En dan ga ik misschien opnemen daarop voor mijn YouTube-kanaal. En ja, misschien, want ik weet nog niet hoe dat het eigenlijk moet. Maar ik zal het misschien wel ondervinden, dus misschien zien jullie mij binnenkort gaan spelen. Maar ik kan het jullie niet beloven. Oh nee, Bowser heeft Prinses Peach ontvoerd. Hij heeft het kasteel in puin achtergelaten en alle toads zijn gevlucht. Wat doen we nu? Nou ja, dan bouw je het weer en roep alle toads terug. Je bent toch niet zo schrik? Heel verschrikt. Peach zit gevangen in Bowser's kasteel. Snel, Mario, je moet haar redden. Ja, en wanneer was ik hier? Ja, ja. Ik heb er niks op te zeggen, hè. Maar dat is toch kop. Ik heb dit spel eens gespeeld op mijn iPad. Ja, het is best wel tof toen, toch? Maar het is wel best wel tof omdat je, ja, je moet ervoor betalen om alle levels te krijgen. En dat is niet zo tof. Dus. Ja. Dat kan wel natuurlijk. Mag wat? Ik ben zo lang. Oh yeah, Mario time. Leur waarschijnlijk de muziek door die muziek van Super Mario Run. Nou, ik zal het even uitzetten. Oh, hier heb ik een paar tickets voor. Je om mee te doen aan de twatrace. Als je de twatrace wint, komen er twats terug naar jouw koninkrijk. Oké. Je hebt ticketjes. Ik kan natuurlijk wel eerst, als ik kan, het geluid afzetten. Godverdomme, ik moet eerst die race doen. Hè. Welkom bij de twatrace. Ik heet... Toadette. Ik heb hier een scheids. Ik ben hier de scheidsrechter. Jezus, ze hebben mij aan de hand, joh. In de Toadrace neem je het tegen andere spelers op om te zien wie de coolere moves in huis heeft. Kies maar een tegenstander. Deze dan, hè? De 100ste. Punten en ik heb 0 punten, ja. Wat dan? Na een twatrace bepaal ik de winnaar op basis van het aantal munten en het aantal twats dat jullie heeft aangemoedigd. Oh shit. Mijn gezin is goed. Sorry mensen. Hoe cooler je moves, hoe meer twats je kunt komen. Moet ik een zulke baan. Ren, oké. Is er mijn twats? Nee, is er. Oh yeah! Oh my god! Doe het bijna, doe het bijna, doe het bijna, doe het bijna.
Ik ben zo gerustig. Oh, I am the one who said they need to run. Take it to six. Ah, found the street. Whoa, you're a dream, motherfucking butterstorm. Let's get in, baby. Oh shit. Nee, ik moet voorbij steken. Ik wil eerste. Ik wil eerste. Klaar. Dat is niet zo leuk. De ander heeft 0 frans en ik heb 1000 miljard stroom frans. Dat was het. En zien hoe jullie het hebben gedaan. Daarbij kijk ik zowel naar het aantal munten als het aantal twats op wie jullie indruk hebben weten maken. Het slag. Ik heb een fans, jongen. Fans. Alright, let's do this thing. Bam. Gewonnen. Yeah. Uitstekend. De aanwezigheid. Twats hebben besloten om naar jouw koninkrijk te verhuizen. Oké. Tof. Nou, je hebt het aantal twats uitgebracht perfect. Als er nog meer twats komen, is je rijk in een mum van tijd weer opgebouwd. Bouwen. Mijn koninkrijk is van u. Nee, dat is van mij. Of van Peach. Kun je allerlei bouwwerken plaatsen en verplaatsen? Ga om te beginnen maar eens naar de winkel. Okay. Dat is nu weer mijn stomme winkel. Met de munten die je hebt verzameld kun je hiervan alles krijgen. Kies je allereerste. Als eerste eens een minigame uit. Oké, plaats ik hier. Oké. Wanneer je een gebouw aanraakt, gebeurt er iets. Raak nu maar eerst een minigamehuisje aan. Verzamel 50 rode twats en 50 blauwe twats om blauwe Yoshi's huis te kunnen bouwen. Als je het huis van een personage bouwt, kun je op de wereldreis in Twat races met nieuwe personages spelen. Nou, laten we als eerste een keer een minigame doen. En dan zal het denk ik wel gedaan zijn voor deze video. En ik weet niet waarom het in de spoorweg is. Maar ja, we hebben zo gezien de jackpot. Maar ja, denk ik. Maar zo. Ja, ticket. Klaar. Mario number one! Yeah!
Nu niks meer vertellen. Licht. Mega actie opkomst. Baba. Oké. Motherfucker. Ik wil. Wil je een van je vrienden uitnodigen? Verbeter hun wereldreis, scoren en. Of daag ze uit voor een vriendenrace. Er zit iets in een cadeaubox. Klik erop om te zien wat je aan is. Oké. Die cadeaubox is voor. Nu. Die dingen plaatsen zo voor de volgende keer zijn. Ik hoop dat jullie deze video tof hebben gevonden. Doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!